Goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb na heel lang weer even mijn vlogcamera erbij gepakt, want ik heb echt zo lang niet gevlogd. Het is weer lekker weer. Ik heb mijn zomerkleding uit de kast gehaald. Ik heb weer een leuke bestelling binnen. Ik ben vrolijk. Dus ik dacht, ik pak gewoon mijn camera binnen. Straks komt één meneer ook hier even langs. Ik moet nog even langs de supermarkt. Even een paar dingetjes halen voor straks. En ja, dat is het. Dat is een beetje de planning. Ik heb weer bloemen gehaald en ik heb het keer voor tulpen gekozen. Kijk hoe mooi. Ik heb alleen echt een heel lelijke vaas voor erbij. Het is nog de vaas die ik had gekregen bij het boeket van de vorige keer. Maar die is dus veel te groot. En nu zitten de tulpen echt erin gepropt gewoon. Echt een heel mooie kleur. Dus ik ga nu naar de supermarkt. Maar ik wil je laten zien hoe leuk dit topje dus past bij mijn schoenen. Kijk hoe leuk. Ik ben weer even naar huis gekomen, want ik ben mijn mondkapje vergeten. En het is gewoon echt koud buiten. Ik wil dus graag iets voor bij de koffie halen. Maar ik kan echt nooit kiezen als ik hiervoor sta. Oh, deze zijn dan zo lekker. Van die Franse chocolade eclairs. Echt niet normaal lekker dit. Maar toch denk ik voor New York style cheesecake, want ik weet dat Emily dus echt van cheesecake houdt. En ik koop er van die mini donuts bij. Kijk, dit is dus wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb dus van die mini donuts, ik heb New York cheesecake style en ik heb dit kersencake met room. Ik vind deze echt zo lekker. Maar deze is meer fris en deze zijn een beetje, ik vind vooral een cheesecake echt heel erg machtig. Ik heb chips gekocht. En tegenwoordig gebruik ik dus deze koffie. Gewoon oploskoffie. In van die zakjes vind ik echt ideaal. Want ik ben helemaal klaar met mijn koffiezetapparaat. En ik heb lekker Cola Zero gehaald. Ik heb dus echt een beetje fases wat koffie betreft. En nu vind ik deze dus heel erg lekker. Maar een tijdje geleden vond ik dus echt van die filterkoffie lekker. Toen heb ik echt zo'n apparaat helemaal speciaal ervoor gehaald. En na een maand was ik het gewoon helemaal zat. Anyway, ik kreeg in mijn volgend huis echt de beste koffiemachine ever. Het was echt fucking prijzig, maar is het alle geld waard, want ik ben gewoon een koffiepersoon. Ik moet lekker elke dag een verse koffie drinken. Dus ja, echt een perfecte aanvulling voor mijn nieuwe keuken. Ik ben echt happy mee dat ik dat heb gekozen, want ik twijfelde heel erg. Ze zei nee, je moet het echt nemen, want ik weet dat je er echt, echt van gaat genieten. Dus ja, beste beslissing ever. Baby. Kijk, mijn baby is braaf. Hi Lira. Hi Lira, de acrobaat. Kijk eens hoe ze staat. Ina is ook de enige die altijd bloemen ruikt en gewoon ook opeet. En dat mag niet. Huis met wie ik ben. Eminem is hier. Hey. En zij belde mij onderweg met, het is nu 3 uur van, ja ik heb eigenlijk al honger, zullen we gewoon nu al avond eten. Dus we zitten nu voor de snackbar en we gaan gewoon lekker friet halen. Ja, heerlijk. Guys, er zat echt een heel lange rij voor de snackbar. Dus we zijn gewoon naar de McDonald's gereden. En we hebben allebei een Big Mac menu. Echt niet normaal. We worden eigenlijk, nee tenminste, Emily zei dat wij echt de spicy McChicken. Ja, spicy crispy chicken moesten uitproberen, want die was echt pittig. En ik hou van pittig. Maar ze hebben hem niet meer. Echt nee, jammer. Helaas. Wij zijn nu lekker koffietje aan het drinken. We zijn klaar met eten. Echt gezellig. Ik ben inmiddels op de bank en we zitten Temptation te kijken naar de laatste aflevering. Ik moet eerlijk zeggen, dit seizoen was best wel heftig. Ja. We hadden het begin niet verwacht, omdat het toch wel een beetje een andere versie was van Temptation. Maar het is best wel heftig. Dus als je nog niet hebt gekeken, ga kijken. Dat doen we wel even, joh. 2 weken zonder de kaart. Inmiddels is het gewoon alle McDonald's vestigingen te bellen of de spicy McChicken terug gaat komen. Ze is echt gewoon zwaar teruggesteld in het leven. Ja, dat was echt niet. Trouwens, Nessim is alweer terug. Hey, Nessim, eigenlijk moet jij doen. Nee, jij. Maar waarschijnlijk is het gewoon landelijk. Ja, waarschijnlijk was het. Hi, goedenavond. Een vraag, hebben jullie nog spicy McChicken? Nee, dat verkopen we niet meer. Waarom dan? Is dat assortiment? Nee, echt? Ja. Je moet huilen als ze zeggen dat dit niet meer echt is.
gaat gewoon echt huilen. Een beetje gekke auditie rond de lekker op. Die vrouw denk ik echt van een bitch, ik heb hier geen tijd voor. Kan je niet bellen en dan vragen ze van dat hij er niet meer is toch? Dat je dan zegt van ja, maar hoe kan ik zeg maar niet de McChicken kopen en dat jullie dan de ingrediënten aan mij geven? Dat ik het zelf probeer. Oh, ja. Wat hebben jullie erin gedaan? Dat probeer ik zelf. Ik moet zeggen, ik ben Turks, wij kunnen ook goed krijgen. Het begon zeg maar serieus. Dat ze belde om te vragen of die er echt was en nu is het overgeslagen naar pranks. Zo, die chicken sensation was ook gek, hè? Hey, zei ik vandaag ook al tegen Amy. Oh. Chicken sensation was fucking lekker. Misschien moet je daar gewoon naar vragen. Wanneer de laatste keer er was? Als die spicy en dan zeggen, en wanneer komt de chicken sensation? En dan moet je eigenlijk vragen van alle buffers die er niet meer zijn. En de chicken saté dan. Ik ga stuk. Deze gaat gewoon huilen. Alleen nog een soort. Oké. Ik moet echt niet lachen, ik kan het heel slecht houden. Hallo. Hi, goedenavond. Een vraagje, hebben jullie nog spicy McChicken? Nee, is dat ja. Is dat uit. Serieus? Hoe dan? Ja. Dat is ook niet meer. Komt die niet meer terug? Nee. Oh, ik vind het wel heel erg hoor. Chicken sensation. En chicken sensation? Ik zal het even kaderen. En saté? Sorry? Saté? Chicken saté? Ben je serieus? Ja, ik ben serieus. Jij bent allemaal terug, want die meer dan 5 jaar was zijn. Maar ben je niet geweest? Maar... We komen zo ooit terug, denk ik. En die spicy? Ik weet niet man, ik ben hier op van door. Ik ben voor je. Hebben jullie ingrediënten? Het is sowieso een Turk, wallah, dat is een Turk. Hoor je het niet? Wallah. Ik moet privé bellen, ik ben gewoon... Maar die uf op het einde hoorde ik gewoon dat het Turk was. Ze denk gewoon Ze zijn wel vet grappig, want oh, ben je serieus? Je moet gewoon burgers al 5 jaar ruizen. Ze zijn gewoon ben je niet geweest. Echt heel lief. Ik heb een pakketje gekregen van Rituals. En het was eigenlijk voor beterschap bedoeld. Voor na mijn operatie. Echt heel cute dat ze hieraan heeft gedacht.